Op de kabelskibaan van Harkstede is afgelopen weekend een wakeboardwedstrijd gehouden. Deelnemers van jong tot oud treden tegen elkaar in verschillende categorieën. Elke deelnemer krijgt tijdens zijn run de mogelijkheid de jury te overtuigen met zijn tricks en sprongen. Het moeilijke is dat er is wel enige blessurekans is. En ja, je moet echt de tricks regelmatig oefenen om dingen te kunnen leren. Vooral de klassiek waterskiën is redelijk moeilijk. En het wakeboarden, ja, daar maak je ook hele mooie dingen mee. Maar met name doordat we dus een vereniging zijn, kunnen mensen ook vaak oefenen bij ons. En daardoor kunnen ze dan die tricks leren. Want is het echt met vallen en opstaan? Ja, het is echt met vallen en opstaan. Letterlijk ook de eerste keer maak je over het algemeen heel wat plonzen. Maar als je het één keer te pakken hebt, dan kan je het haast ook niet meer voorstellen dat je hier een fout deed. En al heel snel leer je dan ook alweer tricks en dat soort dingen. En dat is gewoon heel erg gaaf. De sport ziet er spectaculair uit, maar er wordt ook hard gevallen. Om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen is beschermende kleding verplicht. Sowieso zal je al heel snel bepaalde trucjes aanleren om het vallen wat zachter te maken. Verder hebben we allemaal een wetsuit aan voor de warmte, maar ook een zwemvest om enigszins de klap op te vangen. En om te blijven drijven mocht er toch iets niet helemaal goed gaan. En we hebben ook allemaal een helm op. Dat is niet alleen voor de bescherming als je gevallen bent, maar ook als er eventueel daarna nog een wakeboarder aankomt, dat je daar ook tegen beschermd bent. Met vallen en opstaan zijn de skaters steeds beter geworden. De toppers laten schitterende sprongen zien. Ze springen meters hoog en ver. Het is wel steeds je angst overwinnen en steeds nieuwe trucs proberen. Hoe bedenk je dat soort trucjes? Nou, de meeste trucjes bestaan gewoon al en die doen we dan na. Het is niet dat we zelf nu al nieuwe trucs verzinnen. Een backroll is een soort zijwaartse salto. Een rally is eigenlijk dat je omhoog komt en je benen boven je hoofd hebt. En blind just dan een rally met een magnetic blind erachteraan. Dus dat je met je handen achter je rug landt. En een shit smoke is een backroll met een 360 graden draai erin. Ich mache das schon ein bisschen länger, jetzt seit 5 Jahren ungefähr. Und ja, ist einfach immer wieder was Neues und macht einfach Spaß. Also das Schwierigste ist, glaube ich, das Gleichgewicht halten. Also man ist in der Luft und man weiß eigentlich gar nicht, wo man ist. Das muss man echt ein bisschen üben. Und dann muss man gucken, halt, wie man landet. Und dann, ja, passt das. Ist das gefährlich? Es ist auf jeden Fall gefährlich. Also ich habe mir jetzt persönlich noch nichts getan. Aber also ich kenne auch ein paar andere Leute bei mir am Lift, die schon was gemacht haben, wie Marc zum Beispiel. Ja, immer so ein Knochenbruch oder so. Habe ich schon öfters miterlebt, aber ich hatte noch keinen zum Glück. Bei der jüngsten Jeugd war Iris von Süchtelen van den Haaren der Blickfanger. Sie ist ein Topper in ihrer Leeftijdsklasse. Er waren auch laatst Nederlandse Kampioenschappen, da heb je auch aan meegedaan. Hoe ging het? Ging wel goed, alleen het werd bij de finale werd het nogal spannend. Hoeveelste ben je geworden? Eerste. Dus je bent de beste van Nederland? Ja. Ja, gelukkig wel. Hoe was dat? Nou, was wel leuk eigenlijk. Heb je dat? En ik had begrepen dat je ook was gevallen. Ja, ik ging wakeskaten en toen wou ik me expres laten vallen, dus ik viel. En toen lag ik tussen twee kikkers en toen kwam er zo'n touwtje aan. En ik wist niet meer wat ik moest doen, dus dat houdt de hand wat kwam tegen mijn mond aan. En vandaar die gat ook. Het mooie weer zorgde voor een prachtige wedstrijddag.